Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 29 januari van Weerplaza. Vandaag hadden we te maken met overwegend veel bewolking en ook veel wind vanuit het zuidwesten, windkracht 7 langs de kust. In de ochtend was het droog, maar in de middag trok een gebied met regen van het noorden naar het zuiden van het land. De storing, die kunnen we ook op de weerkaarten zien, het trekt geleidelijk aan naar Duitsland en Polen. Morgen krijgen we te maken met een hoogdrukgebied, maar woensdag is het weer onbestendig en trekt er opnieuw een storing voorbij. Maar vanavond klaart het van het noorden uit op. Het wordt op veel plaatsen droog, het laatst in Limburg... en de wind die draait naar het noordwesten en zwakt geleidelijk aan af. Vannacht is het dan overal droog en klaart het soms op. De temperatuur die daalt naar 2 graden. Landinwaarts is kans op vorst aan de grond... en er staat maar weinig wind in het binnenland. Morgen is best een aardig dag. Het is vriendelijk met vooral in het midden en zuiden van het land geregeld zonneschijn. In het noorden zijn wat meer wolken. Het waait niet al te hard vanuit het westen, hooguit windkracht 4 aan zee. En het wordt in de middag 7 of 8 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. Op vrijdag wordt het nog maar 5 graden in Groningen, tot 7 in Zeeland. Verder is het erg wisselvallig. Woensdag hebben we te maken met regenachtige ochtend. Smiddags klaart het op. En donderdag vallen er geregeld buien, mogelijk met hagel en natte sneeuw. En ook op vrijdag blijft het niet droog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.